In Huizenjacht bekijken we elke dag een woning om bij weg te dromen. Vandaag zijn we net even over de grens in het Belgische Capelle. Op dit prachtige landgoed wonen interieurspecialisten Ingrid en Gerard van Pernis in hun ultieme droomhuis. Dit is ons droomhuis omdat we eigenlijk alles hebben gevonden wat we eigenlijk al jaren hebben gezocht. En dat is de omgeving, het type huis en alles wat we eigenlijk wilden konden we hierin kwijt. We wonen hier nu een jaar. Ja, en in feite, misschien kan je het hier een klein beetje zien, we hebben het huis heel snel verbouwd, althans het heeft 2 jaar geduurd, maar het waren 3 arbeiderswonentjes, zoals je dat hier kunt zien. Dat is afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. En dat is het resultaat. Dat huis is voor mij zo bijzonder, omdat het eigenlijk een rustieke woning is, waarbij we toch strakke lijnen hebben willen laten zien. Dus een combinatie van rustiek, romantisch, in combinatie met strakke lijnen. En dat proberen we uit te stralen ook. En dat hebben we, denk ik, zijn we erin geslaagd. De woonkamer is eigenlijk opgesplitst. Als je hier kijkt, zie je een heerlijke loungehoek. Waar we heel vaak lekker relaxen na de werkdag. Lekker wijntje, een beetje boekjes lezen en nou gewoon een heerlijke plek. Dat loopt eigenlijk over in de woonkamer. Het woongedeelte, woonzitgedeelte, waar we een heerlijke open haard hebben. Ja, het is gewoon een heerlijke plek. Het verandert nog alles, omdat ja, interieur is onze passie, ons beroep. Dus eigenlijk mensen die hier komen bij ons op bezoek, die zien constant wat anders. Onze stijl is modern en toch met een warme uitstraling. Dus niet naar het hele design toe, niet naar het klassieke toe, maar wel een combinatie. Dus eigenlijk pakken we van het design wat en van de klassieke kant wat en dat plaatsen we in het midden. Maar modern is wel de uitgangspunt. Dan zijn we in de keuken. Dat is echt het lievelingsplekje van het huis. Wij zitten hier samen heel graag. Wat hier zo fijn is, is de combinatie van zeg maar comfortabel koken en comfortabel kunnen zitten. Comfortabel kunnen loungen, aan de bar kunnen zitten. We kunnen hier eigenlijk alles in deze ene ruimte. Met je gasten. En daardoor zitten we hier eigenlijk altijd. En ook als we gasten hebben, het is groot. Dus de mensen die kunnen overal staan, hangen, zitten. Dus ja, dat maakt het al snel de fijnste ruimte van het huis. Prachtige uitzicht wat we hier hebben. Dat is gewoon ja, onbetaalbaar. Want het is heel uniek, vind ik, voor deze omgeving. Dicht bij Antwerpen en toch, ja, zo'n plekje, zo'n uniek plekje, dat vind je gewoon niet meer. En vandaar dat wij dit echt ons droomhuis noemen en onze droomplek. Ja, het huis heeft 2 verdiepingen. Dus we gaan nu eventjes de trap op om daar een beeld van te krijgen. En dan hebben we direct rechts de badkamer. Die we toch, zeg maar, redelijk luxe hebben ingericht. Met name wat wij heel erg fijn vinden is die regendouche die hier boven hier hangt. Dan hebben we hier, als we verder lopen, richting slaapkamer onze dressing. En aan beide kanten zijn er dus kasten gesitueerd. En dan komen we in de slaapkamer terecht. En ja, dit is eigenlijk de plek van het huis waar de rust ook uitstraalt. Wij hebben een soort motto en dat is tijdloos leven met een snuifje zen. Nou, dat snuif je ook helemaal op hier. Want als je 's morgens wakker wordt in dit bed en je gaat een klein beetje omhoog, dan heb je direct zo de view naar buiten. En daar zie je 's morgens vroeg gewoon de reeën lopen en de herten, die komen hier voorbij. En dat is gewoon, nou ja, zen, zeggen wij dan. Dit huis betekent voor ons echt dat we onze rust hebben gevonden. We kunnen hier buiten gaan zitten en dan is het rust. Het is ons thuis.